Ik ga de heerlijke Chimay Doré drinken. Nou zult u denken, daar heb ik nou nog nooit van gehoord. Dat kan kloppen, want het is geen commercieel bier. Het wordt door de paters gedronken en ook voor de paters gemaakt. Het is een heus trappiste bier. In de tussentijd ga ik het alvast eventjes inschenken. Het trappiste bier dat wordt natuurlijk onder toezicht en verantwoordelijkheid gebrouwen in de abdij, in de klooster. En de monniken die zorgen dat het nog helemaal volgens de concepten en daarvoor verantwoordelijk zijn en gemaakt wordt. Het is een bier van 4,8%. Dus heel stuk lichter dan de andere bieren die Chimay maakt. Ja, ik ben eens benieuwd. Ik ga eens even wat proeven. Nou, het smaakt echt heel fris. De citrusvruchten, die proef je. Ook een beetje een bittertje, een licht bittertje. Die ook zeker de nasmaak te proeven is. Ook wat abrikozen proef ik erin. Als je eraan ruikt. Dan ruik je ook echt een frisse, een beetje fruitige geur. Maar hij is wel heel, hij is toch krachtig. Iets dat je niet zou verwachten bij een bier van 4,8%. Maar hij is heerlijk en vol van smaak. Er zitten redelijk wat kruiden in. Je proeft wat koriander. Toch ook een beetje een karamelsmaak. Proef je ook wel licht. Ja, gewoon echt een heerlijk biertje waarbij ik denk dat de paters er heel goed aan hebben gedaan om het heerlijk zelf te drinken en te bewaren. Ja, top. Echt een top bier.